Als je op deze presentatie hebt geklikt, dan ben je officieel student van de toegepaste taalkunde aan de UGent. Welkom! Mijn naam is Patrick Goethals, ik ben voorzitter van de opleidingscommissie, maar ik spreek natuurlijk in naam van al onze lesgevers. Laat me eerst iets vertellen over de introductieweek van volgende week. Het is onze bedoeling om per taal een aantal activiteiten aan te bieden. We zullen praktische informatie geven, ook al een stukje kennis opfrissen. Zeker voor Frans bijvoorbeeld en voor Duits kan dat gebeuren. Je zult kennis maken met de lesgevers en met je medestudenten. En we geven al eens een idee van wat een les kan zijn. De echte lessen, die houden we dan wel voor de week daarna. We beginnen de week met Frans op maandag, Duits op woensdag, op donderdag voor Engels, Spaans, Italiaans, Russisch en Turks. En op vrijdag hebben we een activiteit voor Nederlands en kun je ook kennis maken met de studentenvereniging VETO en met de studiecoaches. Dat zijn mentoren specifiek voor de BA1 studenten van volgend jaar. Zeer belangrijk, je moet je inschrijven voor de introductieweek. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen, zodat we kunnen zorgen voor correcte groepen waarmee we dan met voldoende afstand en dergelijke kunnen werken volgende week. Je vindt dus de link op de dia. Goed, dan ook iets over het onderwijs van volgend jaar. We hebben vanuit de opleiding echt zeer veel moeite gestoken in het herdenken van ons programma om echt helemaal goed voorbereid te zijn op wat de coronatijd kan brengen. We hebben een mix gecreëerd van online les en on-campus les, waarbij we perfect weten en kunnen garanderen wanneer je naar de campus zult kunnen komen. En binnen elk opleidingsonderdeel hebben we gezocht naar manieren om een aantal zaken online aan te bieden en een aantal zaken op de campus. Het is evident dat wij voor onze talen echt zeer graag willen dat we in interactie kunnen gaan met jullie. En dat zal ook mogelijk zijn. En we reserveren dan de meer theoretische delen eerder voor het online gedeelte. Je zult een vast lessenrooster hebben dat voor het hele semester zal gelden. We kunnen dat gebruiken zowel in code geel als in code oranje, wat het zeker en vast een stuk gemakkelijker maakt om ons te organiseren, zowel voor de lesgevers als ook voor de studenten. Concreet voor BA1, op Bachelor 1, jullie zullen op maandag en dinsdag fysiek les hebben op de campus. Voor het tweede jaar zal dat dinsdag en woensdag zijn, voor het derde jaar de woensdag en de donderdag en voor de masters de donderdag en vrijdag. En zo zorgen we ervoor dat wij onze lokalen echt optimaal gebruiken, zonder dat er al te veel volk aanwezig is op die plaats. Jullie worden ingedeeld in kleine groepen, volgens jullie talencombinatie, maar ook per talencombinatie nog eens verder opgesplitst als dat nodig is. Woensdag, donderdag en vrijdag volgen jullie in de voormiddag online lessen van de talen. Die zullen soms eens live zijn, soms eens eerder met opgenomen materiaal. En in de namiddag is er een rotatiesysteem waarbij je zult kunnen inschrijven om theoretische vakken te volgen. Je vindt de titels daar, taalnormering voor Nederlands, vreemde taalverwerving en economie. Voor mensen die dichtbij wonen zal dat relatief gemakkelijk zijn, hè, om die zowel online te volgen als dan in de namiddag fysiek op de campus. Maar voor mensen die meer verderaf wonen en die moeilijker die twee kunnen combineren, kunnen we zeggen dat die vakken ook gestreamd worden en opgenomen worden. Wat dus echt moet toelaten dat je op een zeer kwaliteitsvolle manier die lessen kunt volgen. Sowieso is er natuurlijk een belangrijke digitale component. We verwachten van jou toch wel dat je een laptop hebt. Dat hoeft geen heel gesofisticeerde of complexe laptop te zijn. Het volstaat dat je Microsoft Office pakket op een goede manier kunt draaien. Ook dat je een camera hebt, dat je een micro hebt. Investeer eventueel nog iets in een koptelefoon. Dat maakt het werken allemaal een stukje gemakkelijker. Als je daarvoor ondersteuning nodig hebt, dan kun je contact opnemen met de sociale dienst. En dan een aantal zaken waar je volgend jaar ongetwijfeld mee vertrouwd zult geraken. Dat is onze leeromgeving Ufora. De
smart school van de universiteit. En dan een aantal platformen zoals Teams, Zoom en dan Bongo, iets wat jullie misschien nog niet kennen. Eigenlijk allemaal kanalen die we gebruiken om les te geven en in interactie te gaan met jullie. Er zijn een aantal veiligheidsmaatregelen, dat is niks nieuw natuurlijk. In principe starten we het academiejaar in code geel. Onze lessenrooster is ook al voorzien om te werken met code oranje. Code geel is wel aangenamer, dan kunnen we wat dichter bij elkaar zitten en dergelijke. Nu, maar dus fundamenteel zal er niks wijzigen als we gaan naar een code oranje. We hebben wel ventilatiepauzes, dat zul je wel zien. We zullen trouwens een aantal suggesties doen voor wat leuke wandelingen in de buurt of misschien zelfs kleine fietstochtjes in de buurt om van de nood een deugd te maken en de pauzes te gebruiken om ook fysiek wat actief te zijn. Mochten we toch gaan naar een code rood, dan gaan we online. Maar bon, laten we toch maar hopen dat dat niet gebeurt of dat het in elk geval niet langdurig zou zijn. Qua mondmaskers, ja, zoals altijd moet je er eentje op zak hebben. Gebruik wanneer er geen social distancing nodig is. Maar we hebben goede hoop dat het tijdens de lessen dikwijls niet nodig zal zijn. Net omdat we het rooster veranderd hebben en ervoor gezorgd hebben dat we in principe werken met een ruime bezetting van de lokalen. Waarbij dus dat mondmasker niet altijd nodig zal zijn. Het is evident dat je daar altijd de instructies aan precies volgt van de lesgever. Goed, een zicht op de campus. Jullie zullen vooral het gebouw links zien. Daarin vinden we onze leslokalen. Dat is aan de Abdistraat. En dan het andere lokaal, daar, of het andere gebouw, daar zijn jullie zeker ook welkom. Daar bevinden zich de kantoren van de professoren en de assistenten. Een zeer belangrijk iets, en iets wat misschien wel het meest dringend is, dat is dat je je boeken bestelt. Anders dan andere jaren kun je die niet fysiek afhalen bij de standaard, maar dus je geeft je bepaalde combinatie van talen in en dergelijke. En dan zullen die boeken worden opgestuurd. Doe dat zo snel mogelijk, want hoe sneller je boeken hebt, hoe sneller je comfortabel de lessen kunt volgen. Een hele reeks communicatiekanalen. We verwachten van jou dat je je mail dagelijks checkt. Je zult inloggen via Ufora. Het is ook het beste om dat al zo snel mogelijk te doen, want vanaf dan wordt jouw account geactiveerd en dan zien wij jou ook verschijnen in die cursussen. Voor het begin van de eerste lesweek zullen de lesgevers ook ongetwijfeld nog meegeven hoe zij hun lessen precies concreet zullen organiseren, welke delen je online zult krijgen, welke delen op de campus en welk materiaal je daar precies voor nodig hebt. De lessenroosters, die zal je krijgen in de loop van de introductieweek. Misschien lijkt wel dat redelijk laat, maar dat heeft er onder andere mee te maken dat we ook moeten wachten op de definitieve inschrijvingscijfers om de groepen in te delen. En dat ja, die samenstelling van de groepen, die kan echt nog veranderen tot op het laatste moment. Nu, de grote indeling die ken je dus wel al. Je mag ervan uitgaan dat je op maandag en dinsdag op de campus zult zijn. Woensdag tot en met vrijdag zeker en vast een stuk online en dan ook op de campus indien dat te combineren valt voor jou met het online gedeelte. Meer algemene website, de zeer belangrijke website is VTC UGent. VTC staat voor vertalen, tolken en communicatie. Dat is onze eigen website. Dan de meer algemene website van de faculteit, die vind je daar ook. In principe vind je daar minder informatie die echt te maken heeft met de praktische organisatie, maar je krijgt wel een zicht op wat er zowat allemaal in de faculteit gebeurt. En dan ook, volg onze Facebookpagina maar, dan krijg je ook wat bredere nieuwtjes en weetjes te zien. De overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs, dat kan een hele stap zijn. En daar word je ook in begeleid. Zowel binnen de talen krijg je studiebegeleiding en dan ook voor de meer algemene vakken staat het je altijd vrij om vragen te stellen tijdens en ook na de les. Er is een trajectbegeleider, dat is meer voor administratieve zaken en zeker voor studenten die al een vooropleiding hebben en die vragen hebben bij de samenstelling van hun curriculum.
Anne Verwaren. Een ombudsdienst, ombudsvrouw Johanna Houtekiet. En we nodigen ook alle studenten uit die zich op een bepaald moment niet helemaal oké voelen in hun vel. Omwille van psychologische problemen misschien, misschien een moeilijke sociale situatie. Kom daarover spreken. Onze contactpersoon is Aniek de Geest. Het is zeer goed dat je daar niet zelf mee blijft zitten of dat je denkt dat dat storend is voor ons. Dat is helemaal niet het geval. Wij hebben graag, en dat is ook, dat gebeurt volledig in vertrouwen. Het is belangrijk voor ons dat we jullie kunnen begeleiden in dat proces. En dan nieuw voor dit academiejaar is dat we zullen werken met studiecoaches. Dat zijn masterstudenten die in contact zullen staan met een groep van BA1-studenten om te horen of het wel vlot loopt, of men specifiek problemen heeft met bepaalde vakken, of er misschien ergens wat extra ondersteuning voor nodig is en dergelijke meer. Goed, leren, dat is echt een hele missie. Het is een engagement. Probeer je echt te engageren voor je studie. Studeer niet alleen voor je ouders of voor je omgeving of voor wie dan ook, maar doe het voor jezelf. Kom voorbereid naar de les. En engageer je ook misschien niet alleen voor jezelf individueel, maar engageer je ook voor je groep. Wij zijn echt op zoek naar groepsverantwoordelijken. Mensen die willen fungeren als spreekbuis naar de professoren en de opleiding. Die ook kunnen aangeven van waar er bepaalde vragen leven. Je hebt daar de naam van Kimberly Callens. Zij is curriculum manager bij ons. En zij heeft zeer graag enkele aanspreekpunten, echt heel concreet, uit de verschillende groepen. En tenslotte, een kleine tip. Verzorg je Nederlands echt vanaf de eerste dag. Probeer ervoor te zorgen dat je toekomstige vrienden binnen de opleiding allemaal denken dat jij een perfect algemeen Nederlands spreekt. Het zal je zoveel helpen om echt taalvast te worden verderop dan in je carrière. Goed, zo, veel succes. We beginnen eraan volgende week met introductieweek en dan daarna de eerste lessen met heel veel engagement. We verwachten dat van jullie, maar jullie mogen dat ook verwachten van ons, van al jullie lesgevers en van iedereen die de hele opleiding ondersteunt. Veel succes!